Appel und Brot. Games. We zijn begonnen. Dit is dus Mario Kart. Ik ga schoenen kopen. Eigenlijk bedoel ik klompen. Klompen zijn mooier dan de wereld. Want de wereld zijn gemaakt voor de zon. Zandbakken vind ik ook wel mooi. Lekker zwoel. Nee. Je moet ook doen. Oh wacht, ik heb nu een mooie auto. Ik heb er niet meer niet gekeken. Wat als we in voor een nice car? Vaaphaak. Nee, grapje. De manen zijn gemaakt voor het universum. We kunnen ronddraaien als een weerwolf. Oké. Dan gaan we. We gaan er gewoon voor en we hebben 2, 1. Knallen met die hap. Meteen een mooie drift neerzetten. 2 dagen geleden was oudjaarsdag. Daarom vieren we dat met een nieuwjaarsdag allemaal broodgames. En we hebben het ervoor over om een mooie potten. Weet je waarom we het doen? Paul wint altijd, dus dat is wel leuk. Grappie. Dat is wel fijn om naar de bakker te gaan met de broodjes. Paul is er best wel goed in. We doen het op de GameCube, dat is natuurlijk een ultieme ervaring. Het is een beetje gek als je Germana gaat overhoren. Je krijgt een cadeautje van de zaak, man. Oh nee, toch niet. Grappies. Zure botten zijn gemaakt voor de wereld. Wouters moeder krijgt een hoofd. Hoofdjes maken, hoofdjes doen. Wat houdt van een grote schoen? Mensen zijn zo groot. Ze kopen mij nog morgen een boot. Morgen komen we naar boven. Paul, die koos iets. Ik sta weer tweede. Paul is het eerste. Ik sta tweede. De meeste mensen zeggen dat Paul beter is. Maar ik heb de techniek en hij heeft in mijn powerknal. Ja, dat is toch wel... Best wel gaperig landen. Altijd als ik en Levi zonder de games doen, is Levi altijd eerste. En ik word nu voor de eerste keer eerste, terwijl we gewoon games doen voor het publiek. JWGZ, Kjelsie, alles, Maaike. Het is een zwaar leven als je niet weet waar de bomen vandaan komen. Meestal zeggen ze dat Donkey Kong vet goed is, maar meestal heeft hij gewoon alleen heel veel bananen. Ik zie te veel schilderijen in mijn leven. Ogen dicht. En ik had een head start. Nou, ik ben best wel slecht. Hands free scheuren. Hands free scheuren. Snap je? Omdat ik het zonder handen doe, zeg maar. Ik kan ook bellen zonder handen. Nou, niet zonder handen, maar zeg maar dat je een beetje handen in je mobiel hebt. Zonder handen kan natuurlijk niet. Doet, doet. Ik zie gewoon een auto voor me die heel veel kan scheuren zonder dat je het doorhebt. Zo eentje dat je zegt, Manchester City is een voetbalclub. Nou, ik zie dat niet zo snel voor. Zaterdagochtend staat hij altijd klaar voor het voetbalclub. Jij zet koffie voor de mensen. Man, oh man. Ik heb het over Herman Havenkamp. Pak Herman, de man van de meer Zaanse krassen. Bij. Procentuele groei bij. Dat is altijd leuk. De procentuele groei vind ik altijd iets waar je naar uit kan zien. En wat altijd weer een verrassing is wat erin voorkomt, weet je wel. Moet je bij meneer Van der Velde, moest je altijd zo'n plaatje maken uit de winkel. Stond er zo'n 20% en moest dat uitrekenen voor 10.000 euro of zo. Vond ik altijd lachen. Mwah. Geef ze maar een kusje. Grapje. Ik word altijd zo gek van de mensen die altijd zeggen, hoe is het met Jandino's hoofd aan het spelen met mail, pakjes mail van de Euroshoppen van de Altijd hier, weet je wat zo. Simon, je kou. De roze bril is een beetje de bril van appel en brood. Oh, Brie is kaas. Brie zit bij flesje champagne. Dat doen we. We zijn niet bang voor gekke mannen. We zijn alleen bang voor rebellen, maar die zijn er toch niet in Soedan. Dus ja, hè. Leuk. Leuke tijd gehad in Soedan, nu nou.
Ik was er samen met... Met de jongens van de club, van de categorisatie. Het was vet gezellig. Robin had nog een keer een superleuke grap gemaakt. Maar uiteindelijk waren we allemaal een beetje moe en uitgeput. Maar toen voelde het. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om of je nou lol hebt of niet. En niet of... Ik ben gespannen zoals je wel ziet aan mijn hoofd. Ik reik aan om jullie even op te snoeren. Weet je wat dat betekent? Veel bananen kopen. Bananen eten is goed voor je. Bananen eten. Mooi. Hoe gaat het met juf Anneke? Juf Anneke gaat op een paard naar Egypte. Paarden zijn mooi, paarden koop je in een stad. Wist je nog dat we toen een keer naar huis gingen en dat... Maar ik niet bij. Ik had weer een headstart. Nu heb ik 3 van 4 races een headstart gehad. Het is de laatste race. Het is spannend wie er nu uiteindelijk gaat winnen. Ik denk dat Paul wel weet wie er gaat winnen. Ik denk dat ik het ook wel weet. Want ja, ik ben best wel goed in het spel. Ik heb veel geoefend de laatste tijd. Elke ochtend in de vakantie even lekker potten doen. Even lekker die motoren laten scheuren. En dan komt het allemaal wel weer goed. Je moet niet zo druk zien. Het is gewoon puur vrije tijdsbesteding. Je moet het ook niet zien als een racistische beweging. Want dat is het dus ook niet. Het is dus puur een beetje spelletje doen. En daardoor zeg maar genot van uithalen, weet je wel. Ja, en dan sta ik 2e, Paul 3e, Paul 4e. Paul is een beetje een twijfelaar. Weet niet goed waar hij moet staan in de wedstrijd. Dat was de preek van vandaag. Collecte is Oké, vandaag de collecte. Ik ga even orgel spelen. Tuut, jassen, koven is een mooi gesprek. Zoete biezen, zaken doen. Dat is een mooie man. Weet iemand hoe laat het is? Ik krijg tegen een reclamebord aan. Oh, dan is het bijna altijd 1 uur, hebben ze uitgerekend, op een universiteit in Amerika. Ze noemen het Las Vegas Universiteit. Ik noem Las Vegas altijd een Party Go. Party and Go Junior 2 is een leuk spel om een gezinsavond mee te voltooien. Dat is een grapje. Neem dit serieus. Ik ben ook maar een arme ziel die niet weet hoe die omgaan met kaasstengels in je neus. Soms ga ik naar huis en dan denk ik wil naar huis en dan is het afgelopen. No, zus. Ik stond daar hele wedstrijd binnen. Next time, it's mine. Dit is helemaal geen next time. Het is afgelopen. Dit was een educatief. Kan je het educatief noemen? Ik noem het productief. Ik noem het acceleratief. Is dat een woord? Ik betwijfel het. Jansen zegt altijd. Oké, we gaan even de ceremonie kijken. Van de samba dansen en de olifanten. Olifanten zijn mooi en de maan zal staan. Kijk dansen. Dit is leuk. Dit is leuk. Zie je opeens allemaal stekkers. Zegt meneer Jans. Zegt opeens Jan Dino. Koeri koeri trapelstaart. Zegt hij vaak. Ik ben de eerste geworden.